Dag Katrien, we staan hier in het Regenbooghuis in Hasselt vanavond. Samen met de verkiezing van Mrs. Universe Belgium. Wat is er hier eigenlijk te doen geweest vandaag? Goh, ik ben uitgenodigd door Ronnie om mee te komen naar hier, omdat hier een transgenderavond werd georganiseerd, mede met Naomi. Om de dames op foto te zetten met hun t-shirten aan, waar dat ik dan de applicatie ook gemaakt heb, waar dat duidelijk op staat van de mensen zijn geen biseksueel, zijn geen transseksuele, maar het zijn allemaal personen, net gelijk wij. Ja, de t-shirts waren van jouw ontwerp dan eigenlijk? Ja, klopt. Die heb ik zelf ontworpen voor dit speciale doel. Wat was de achterliggende idee dan om die t-shirts te ontwerpen? God, het is eigenlijk een beetje begonnen van bij de regenboogjurk die ik dan wou maken, waar dat ik mijn creativiteit echt wel in kwijt kan. En om het goede doel te sponsoren, heb ik dan extra het idee gehad om dat toch even extra in de kijker te zetten, dat een taboe daar rond een beetje verbroken wordt, voor die applicatie ook naar buiten te brengen. Ja, deze is eigenlijk, Naomi is eigenlijk zelf ook transgender in feite. Ja, klopt. En hoe goed ken je haar? Ik heb haar leren kennen eigenlijk via Ronnie, via de misverkiezing. En ik moet zeggen dat ik er heel hard van schrok de eerste moment als ik het wist, want ik had ze totaal er niet in gezien eigenlijk. Dus ik vind het een geweldige persoon op haar eigen en dan maakt dat ook niet uit wie dat zij is. Ze staat hier voor een heel goed doel te werken, waar we allemaal toch wel heel trots kunnen op zijn. Dit is eigenlijk het goede doel van de misverkiezing van Mrs. Universe. Nu, het Regenbooghuis, het project Het Regenbooghuis, was ongetwijfeld niet de reden waarom dat je mee hebt gedaan aan de misverkiezing, of wel? Nee, dat klopt. Ik ben eigenlijk begonnen aan de misverkiezing voor mezelf, omdat ik zelfstandig begonnen was en omdat ik heel graag galakleding voor dames wou maken. Waar dat ik dan eigenlijk gestart ben bij Glamour met de galajurk van Katja. Dat ik nu ook voor de dames de mogelijkheid heb geboden in deze verkiezing om een galajurk te laten maken door mij. Plus dat ik dan van Ronnie de kans gekregen heb om de nationale jurken te maken. Ook weer een hele fijne voor mijn creativiteit kwijt te kunnen. Nu, vanavond werd het project voorgesteld, onder andere ook door de voorzitter en zo. Wat zijn, en oké, we hebben ook foto's genomen van de meisjes met t-shirt aan. Wat zijn de volgende stappen nu? De volgende stappen zijn sowieso voor mij om de jurk volledig in orde te maken. Die wordt dan geshowt de 11e november op de modeshow van het Regenbooghuis. En die gaat welke jurk is het? Ja. Sorry, welke jurk is dat? Het is een regenboogjurk, ja. Dus effectief een galajurk in regenboogkleuren, specifiek voor hun. Ja. En dat wordt dan geshowd 11 november? Ja, klopt. En wat is er dan juist te doen? Dan is de modeshow van het Regenbooghuis, dat ze samen ineengestoken hebben met Miss Universe, waar dat verschillende kledingsponsors hun kleding gaan laten showen. En waar dat ik dan zelf de regenboogjurk ga laten veilen, ook met de opbrengst voor het goede doel van het Regenboooghuis. Ah, dat is wel belangrijk, hè? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Waar vindt die modeshow plaats? De modeshow vindt plaats in het Sintrahuis hier in Hasselt. En daar gaat alle kleding geshowd worden, ook de regenboogjurk en de t-shirten. Oké, super. Bedankt voor het interview. En ik zou zeggen, allemaal naar Sintra op 11 november. Hè. Ja, zeker weten. Super.